Dit is een speciale video. Ik ga uitleggen wat er allemaal gaat veranderen. Er gaat nu heel veel veranderen. Als eerste... even kijken. Komt andere... Hoe moet ik zeggen? Het kanaal blijft gewoon bestaan. Alleen we gaan iets anders doen. Ik ga me nog met iemand erbij opnemen. Dan gaan we pranks doen. Dan gaan we gewoon de video's opnemen en al die shit. Het wordt super gezellig. Er komen ook tijden aan welke video's er al. De maandag en dinsdag heb ik een live campaign video of livestream daarna. Live campaign video. Woensdag en donderdag is er niks. Woensdag en donderdag hebben we niks. Vrijdag en zaterdag hebben we een prank video. En zondag gaan we gewoon een livestream in de avond om 7 uur. De naam van de nieuwe kanaal wordt De Gekke Jongens. En dit is een live video, dus daarom moet je te denken wat ik zeg. Ik ben ook fucking hard aan het concentreren gelijk. Ik ben fucking moe. Dat wordt dus veranderd allemaal. Heel veel gaat veranderen. Maar morgen, vandaag komt nog in online een prank na deze video. Als deze video opgenomen, ga ik de prank in de edit zetten. Of kan ik hem gewoon gelijk online gooien, sorry. Dus. En dat gaat dus veranderen. Een vriend van mij is bezig met de banner en logo. Thumbnails gaan volgens het ook. Kijk, ik betaal hem ook ervoor. Voordat wat hij allemaal doet. Want dit zijn echt super, maar ook echt super goed. Want ik vind het echt knap dat zo'n jongen dat kan. Morgenavond is dus eigenlijk een livestream. Morgenavond is het livestream. En morgenavond nogmaals een livestream. Ik weet niet wat het gaat worden, maar het zou wel. En op TV, want ik kon niet als laatste doodschijn. Ik moet heel even concentreren. Het gastje is hier in de buurt van mij. Dus dat gaat allemaal veranderen. Dus sorry voor de kut commentaar en alle shit. Maar ik heb al te veel tijd. Het is de derde maand. Als ik deze video maak, is het 9:30, 9:30 staat online ongeveer later. 9:30 ben ik pas klaar met editen en alles. Ik ga snel een eitje maken met een brood of broodje kroket. Maar even kijken, dus like, abonneer en zorg tot de volgende keer. Later mensen.